Nós está aqui na Fort Beckenburg, projeto que começou ano passado, para roubar na caia foi ensinança, para dar na possibilidade de via o projeto que de restaurar é forte, que chega na sinha certa habilidade, para não poder entrar de seja opleiding, mas leu, ou para não vai trabalho, boca de trabalho. Esse projeto aqui está em cooperação com a Holanda, Amsterdam, com a Marinierskazerne aqui na Corsol, Amsterdam, e Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de Holanda, e Ministério. Junto a Ponesen e gente profissional disponível para pôr esse projeto aqui para nós jovens. Está o qual nos chama projeto de prevenção, prevenir para os jovens da cana de nossa comunidade, sem preparação, prevenir para não cair em criminalidade. Com nós ocasionar mais problemas na nossa comunidade, tanto para nós mesmos como para a família e outros na comunidade. Desse projeto nasce aqui, nós logramos roupicos, nós logramos que nós roupinamos valor próprio novo, nós logramos que nós tenhamos perspectiva nova na vida e nós logramos que nós tenhamos trabalho. Por isso, fim de luna aqui, com algum empresário, nós chegamos a acordo de cooperação, caminha na lotuma e roubamos aqui de nosso serviço. Então, assim aqui, nós que logra de bai mais leu com certo monumento, cine, certo projeto, cine. Você sabe que estava um try-out, pilot project. Está purba para o ar, que conosco por que tipo de projeto na cine, que tipo de roupa na cine aqui. Então, no futuro, nós, o que segue, a Holanda está papi de verduurzaming. Essa aqui é uma palavra, nós chamamos, o projeto me servir duradouro, e não me se queda na pilot project. Mas o projeto está duradouro. Nosso problema grande de nossa comunidade é a finança. Agora aqui, a Holanda sorra para uma grande parte, sem ter tudo e finança para o pilot project aqui. Se nós queremos ajudar mais jovens, riba bom caminho, com o tipo de projeto, e nós temos bastante monumento que lo pode restaurar assim, nós temos bom parte teórica de nossa universidade que pode sostener para não compreender de conta importante para trazer para projeto assim de herência cultural e na mesma história de nosso país. Nos mestres de finanças, nosso presupuesto atual não está logra de chegar para esse trajeto assim aqui duradouro. Então, nós temos que largar a luz na Holanda passar que nós não estamos sendo leu para o projeto duradouro com nosso finanças atual de nosso presupuesto. Esperando que não compram de parte e sigam dando aporte financeiro para sobre, se não, está quedando na trajeto aqui só, com o pilot project. Het is in de eerste plaats een mooie plek, dus ik hoop dat in de toekomst ook veel mensen naar deze plek toe zullen komen. En die wordt zo mooi gemaakt omdat die hier wordt opgeknapt. En dat opknappen heeft dan ook nog een dubbel doel, want het is ook een project om jongeren te leren om te werken. En dat begint natuurlijk met op tijd komen, goed samenwerken, luisteren naar kritiek en accepteren dat er iemand de leiding heeft. Maar vervolgens ook vaardigheden. Dus ik heb net jongens bezig gezien met stukwerk en met nou ja, kappen, met houtwerk. En, dus die kant eraan is ook nog heel mooi. Een kritische vraag. Verduurzaming houdt in dat er financiële middelen moeten zijn bij de lokale regering. De lokale regering heeft het moeilijk. Hoe gaan we de verduurzaming van deze projecten garanderen? Nou, het mooie is dat ik heb begrepen dat dit project ook door de regering wordt doorgezet. En dat lijkt me ook een heel goed initiatief. Want uiteindelijk op de lange termijn win je ook gek genoeg geld terug. Als je zorgt dat mensen op het goede pad blijven. En dat ze iets leren en uiteindelijk ook kunnen bijdragen aan de samenleving. Dus uiteindelijk rendeert het. En ik denk dat het een hele verstandige investering is. Je investeert uiteindelijk in jeugd en in het cultureel erfgoed van land. En een andere lastige vraag. Usona die heeft geld over, omdat de projecten op bureaucratische manier niet zijn aangekaart of laat zijn aangekaart door het bureaucratische systeem in de Usona. Wat is de bedoeling om het geld blijft bewaard of dat het wordt ingestoken in de projecten? Hoe gaan wij dat regelen? Ik weet niet hoe dat met dit project zit. Ik heb begrepen dat dit project wordt doorgezet. Met de Usona gelden op een gegeven moment lopen die gelden af. En we zijn met de regering van Curaçao in gesprek of we die nog op een andere manier zouden kunnen inzetten voor de veiligheid van het land of voor kinderrechten of voor andere belangrijke onderwerpen. Dan kunnen we even daar bij dat daar gaan kijken. Is dat leuk? Met mensen. Maar dat het echt geconserveerd wordt. En en dat betekent dus dat je niet opnieuw gaat pleisteren, maar gewoon de gaten en de problemen, die zet je dicht. Ja. En de rest laat je gewoon zoals het is. Zodat het oude karakter ook behouden blijft. Ja.
Dat is het belangrijkste hiervan. En dat gaat dus niet de toplaag weer over? Nee. We proberen het zo min mogelijk te doen. Nou, dit is waarschijnlijk 19e eeuw. Maar... En dit wordt gedaan onder leiding van een restauratieaannemer en met waar hij werkzaam is. Om het toch heel veel antwoord te moeten doen. Ja. Het zijn wel allemaal beschermde monumenten wat je hier ziet. Ja. Dus dat betekent dat er heel voorzichtig mee omgegaan moet worden. Ja.